Als ik uh, mag durven dromen, dan denk ik dat ik uh, toch hoop dat we naar een ander huis kunnen. Ja, hoezo niet? Dan hebben we die 30 miljoen. Ja, nou schat, het is heel <laughs> lastig om dat te bedenken nu. Hoezo? Je moet erin geloven <laughs> toch? Dat, oh, dit je, dat heb ik ook niet gezegd. Dit jaar bestaat het vet gezegd 10 jaar. Liever de oplossing vinden voor je mentale problemen... of de formule ontdekken om extreem succesvol te worden in je werk? Ik denk dat als ik de formule voor mijn, ex, voor, mijn, voor mijn mentale problemen heb... dat ik extreem goed word in mijn werk. Ja? Dus ik denk dat ik dan voor de eerste kies. Oké, okay. interessant. Ja, want... Dus eigenlijk heb je het op deze manier allebei? Op deze manier heb ik het dan allebei, ja. En wat als je nou extreem succesvol wordt in je werk, dus heel veel gaat verdienen... Ja. Uh, en op een gegeven moment met uh, je veertigste met pensioen kan gaan... is die andere dan ook opgelost, die mentale problemen? Nou, dat is wel interessant inderdaad. Is, zijn je mentale problemen opgelost als je, als je daar een paar miljoen tegenover gooit? Als dus je dat er een smak geld tegenaan werpt, ja. Een deel, maar een deel ook niet. Oké. Okay. Want ik zal nog steeds prestatiedruk voelen. Mm -hmm. En nog steeds, denk ik, ergens angst voor. Ook ik het al eerder over heb gehad: armoede. Mm -hmm. Dus ik denk dat dat. Ja, nou, aan de andere kant zou dat dan opgelost zijn. Want je, je hebt het geld natuurlijk gewoon. En je gaat gewoon rustig leven. En je weet zeker tot aan je dood heb je dat geld. Ja. Ja, dan zou het misschien wel een groot deel te opgelost zijn. Misschien wel. Toch wel. Ja, ja. ja interessant hè. Ja. Kijk, ik denk dat. Uh, dat geld en mentale problemen. toch ook vaak hand in hand gaan. Ja, dat denk ik ook. Ja, dat zou zeker kunnen, ja. ja ik ben benieuwd van hoeveel uh, mensen zouden zeggen, nou, uh, gooi er een paar miljoen tegenaan en uh, het zonje gaat er schijnen voor me. Ja, ik denk dat het best veel mensen zou zijn. Ja, ja. denk ik ook. 2024 wordt een uh, nieuw jaar, is een nieuw jaar. Daar zitten we natuurlijk weer uh, volop in. En uh, vandaag gaan we kijken, nou eigenlijk vooruitkijken naar wat we allemaal willen. en. Uh, wat we denken dat dit jaar gaat brengen. Zodat we volgend jaar of aan het einde van dit jaar kunnen gaan terugkijken. Is het ook allemaal uitgekomen. Alleen daarvoor doen we het hè? Nou, ook voor onszelf, om, ook een bepaald doel, ook om een bepaald doel te stellen, toch uiteindelijk. Nou, ik vind het altijd wel grappig als mensen een soort van video's of brieven, wat dan ook, aan hunzelf doen in de toekomst. Ja. En dat ze dan gaan teruglezen over bijvoorbeeld vijf jaar geleden. En dan staat er van: Ik hoop dat je ondertussen je droomvent gevonden hebt, dat soort dingen. Ja, ja ik, ik, heb, ik heb heel vaak uh, momenten gehad dat ik dacht: oh, Ik wil zo'n time capsule maken. En ja. inderdaad aan jezelf schrijven, maar dat heb ik nooit gedaan. Dus laten we hier nou beginnen op mijn 33ste dat we dat wel gaan doen. Leuk. En dat is deze video. Zijn er dingen dat jij denkt van, nou, dit jaar wil ik dat wel gaan doen of wil ik dat gaan oppakken? Of? Um, nou, ik denk uh, vooral waar ik, ik denk wat ik heel leuk zou vinden wat dit jaar zou gebeuren, is dat uh, het mentale gezondheidsspel in winkels komt te liggen. Ah, ja. Dat ja. lijkt me gewoon heel erg leuk. Ziet waar we natuurlijk ook mee bezig zijn ja. uh, eigenlijk, want we hebben zo'n uh, kartonnetje laten maken. Kartonnetje in nee, een display laten gewoon een maken. Display. En uh, we gaan dat proberen dit jaar inderdaad winkels in te krijgen. Het was, het was jammer dat het net in december klaar was. Want dan zijn die bedrijven totaal niet bezig met dit soort dingen. Mm -hmm. Dus we gaan nu proberen in januari, februari een beetje op te pakken. Om te kijken of we het rustig kunnen uitbreiden. Want ik weet zeker, dit spel kan gewoon over heel Nederland in principe. Ja. Dus dat is inderdaad een doel voor dit jaar. Zeker voor mij ook trouwens. Ja. Um, ik heb ook wat dingen opgeschreven. Want oh. anders uh, ik kan ik wel filosoferen. Maar het is ook wel handig om aan dingen uh, vast te houden. Ik heb uh, voor het eerst in uh, heel lange tijd weer uh, dat ik naar uh, een psycholoog ga. Ooh. Dat ik toch denk, kijk, waar ik misschien nog wat extra hulp bij kan gebruiken. Misschien mm -hmm. in ieder geval bij het uh, eerder vinden van uh, dat ik overspannen begin te het herkennen. raken. Het her herkennen daarvan. Want ik denk dat als ik dat beter doorheb, al, al moet ik zeggen dat er de laatste weken ook wel weer wat meer puzzeltjes beginnen te vallen, maar misschien dat er nieuwe fresh eyes daar naar kan kijken en dan denken van, oh, nou, misschien kan je daar ook naar kijken. Nou, ja. dat is de reden. Ik sta nu op een wachtlijst, maar ik weet ook wanneer ik al mag. 28 februari. Oh, is dat er al? Dan heb ik een intake, ja. Dat is toch een ver... goede datum, 28 februari. Yeah. The time for change. Ja, yeah, it yeah. is. Dus, uh, en dat is hier dichtbij, en uh, we gaan wel kijken wat dat brengt. Maar ik wil het in ieder geval proberen. Want ik denk altijd ik moet op eigen kracht, en dat kan ook op, tot op zekere hoogte. Maar uh, ja, ik heb toch altijd vanuit huis meegekregen dat je het zelf wel allemaal kan. En dat en daar ben ik nog steeds voorstander van. Maar soms, zeker met ook, ik denk dat heel veel bedrijfsdingen en zo, die ik de afgelopen jaar waar ik tegenaan ben gelopen, ook wel bij hebben kunnen dragen aan mijn gevoel, waardoor ik het naar angst trok en dat het niet per se angst is wat ik nu voel, maar meer uh, vermoeidheid. Uh, vermoeidheid en uh, nieuwe uh, stappen. En ja. dat ik daar nog niet helemaal met mijn hoofd goed bij kan. Ja. Uh, dus ik denk dat dat goed zou kunnen werken, dus dat gaan we maar proberen. Ja, dat zou heel goed kunnen dat alle nieuwe stappen, en het zijn er nogal uh, veel, mm. ook die je dit jaar gaat maken. Is dat zo? Nou, je ziet Tuurlijk. het me wel kijken. Ik ben benieuwd. Ja, je gaat toch een hoop nieuwe stappen weer is zetten. Dat zo? Maar elke nieuwe stap is toch altijd een, een, een moment in het leven dat je even ja wat wat. Wat ja, met je mentale gezondheid er wel een beetje in de knoop kan komen. Ja. Omdat de onzekerheid met zich meebrengt. Ja. En uh, ja, dat soort dingen die allemaal in je hoofd omgaan, die verzorgen ook uh, een hoop vermoeidheid. Ja. En als jij het dan oppakt als van ook oh, ik ben opeens uit het niet gespannen. Ja, ik denk dat het heel mooi gaat zijn om, om wat meer uh, handvat te krijgen voor wanneer. Uh, Wanneer is het even goed dat ik wat meer op mezelf let? Ja, ja, ja en dan gewoon een fresh pair of eyes die er naar kijkt. Mm -hmm. Die zegt. Nou, heb je daar wel eens aan gedacht, waar ik zelf misschien dan niet. Want ik heb daar zoveel over nagedacht. En misschien is het wel eens weer eens handig om dat toch. Uh, ik denk dat het eens in de zoveel tijd wel handig is om gewoon met iemand te praten. Dus denk ik dacht, ook, nou ja, ja. Dan, dan gaan we het ja. gewoon proberen. En uh, als het niet is, dan kan ik altijd zeggen van joh, ik voel hem toch niet helemaal. En dan ga ik weer verder zoeken. Nee, en wat jij zegt inderdaad... Uh, uh, als je soms met nieuwe mensen praat... kom je weer tot verrassende inzichten. Ja. En wij zitten natuurlijk altijd met z'n tweeën te praten. Mm -hmm. En ja, wij hebben ook maar zoveel... Uh, ja, en het zijn altijd mensen dichtbij je, weet je wel. En, ja. en dit is iemand die weer helemaal ver van, van, van je af staat... die eigenlijk mm -hmm. niks van je weet. Dat is soms wel handig. Ja, dat is zeker handig. Dus uh, ik ben benieuwd, maar dat zal dit jaar sowieso uh, gaan doen. Uh, is er nog iets wat jij denkt? Want anders ga ik gewoon het lijstje verder af. Nee, op. ga maar lekker verder. Uh, ik uh, wel in. Nou, uh, auto? Oh, leuk. Ja, ja. dus uh, al maanden, nou eigenlijk al sinds juli zijn we bezig met een auto. Of het ja. ben, ik, ben, ben ik bezig met een auto. Met naar aan het kijken in ieder geval. Nou, nee, toen heb ik hem ook besteld. Alleen okay. uh, hij zou in september, oktober komen. Toen in november en toen in december. En nu in februari pas. Ja, ik hoop. We shall see. We shall see. Misschien dat het uh, pas aan in, in de zomer komt. Uh, ik had uh, wel bedacht dat ik dit de komende zomer dan ook uh, met de auto uh, in ieder geval een trip ging maken. Waar naartoe? Het liefst Frankrijk, maar ja... Zo, dat is wel intens. Hoor. Ja, we ja, moeten even gaan kijken hoe dat... Durf te uh, dromen, toch? Uh, ja, durf te dromen, inderdaad. Nou, het is wel in ieder geval een, een doel waar ik naartoe zou willen. Ja, en hey, volgens mij jij ook. Ik wil wel naar uh, het behalen van mijn rijbewijs dit jaar, inderdaad. Oh, ja? Ja, dus ik heb theorie al in de pocket. Ik ben aardig onderweg met de rijlessen. Dus nog eigenlijk een stukje, een beetje zelfverzekerdheid krijgen. Ja, we gaan dus allebei uh, straight voor de... The... Ik zag trouwens die autovideo dat ik dus me, dat ik weer opnieuw probeerde te gaan rijden alweer een jaar geleden. Is. Ja, bizar. En, en, en dat heeft me heel veel geholpen toen. Mm -hmm. Maar waar ik gewoon tegen bleef lopen is dat ik geen auto heb. Ja, want je kunt uh, natuurlijk uh, auto's lenen wat je wil, en, uh, maar je wordt pas echt comfortabel wanneer je, je eigen auto ook goed onder de knie hebt, zeg maar onder de. Want dus je weet. Uh, Alles hoe die zit, ja, hoe het en, werkt en hoe, hoe, hoe voelt. het rijdt. En elke keer als je weer een nieuwe lenen auto neemt, dan is het toch weer net even iets anders. Ja. En ik denk dat dat ook meer spanning oproept. Ja, en financieel kon het vorig jaar nog niet. Nee. was was nog niet de verstandigste keuze. Dus nu uh, in de zomer lukte het op een gegeven moment wel. Maar ja, nu heeft het al zo lang geduurd dat het. Uh, niet meer lukt. Nou, het lukt nog steeds. <laughs> maar nee, dat niet. Maar meer dat ik uh, denk van ja, heb ik wel een verstandige keuze gemaakt? Want soms denk ik wel van ja, als het zo lang wordt uitgesteld. Heb je dan wel een goede keuze gemaakt? Maar ja, aan de andere kant, natuurlijk wel, want je zet weer een nieuwe stap. Yeah. Alleen het wachten daarop ja, bracht ook wel weer wat spanning mee. Want ik dacht van, ja, wanneer kan ik nou eindelijk eens gaan doen? Want mm. jij zei op een gegeven moment tegen me, voor mij heb je de, wil je de helemaal niet. En toen zei ik van, ja, ik wil wel. Alleen, ik vind het gewoon irritant dat ik niet weet wanneer het komt. Nee, dat is ook zo. Dan weet je ook helemaal niet wanneer je je druk moet gaan maken. Nee, want nu denk ik altijd van, ja, als, <laughs> als hij, ik zie het nu ineens gebeuren, dat hij daar volgende week ineens er is. En dat ik denk, oh, wacht, oh, hè? Maar hè? Weet je wel dat je mm -hmm. dan ineens helemaal zit, maar ja, aan de andere kant als je Dat heel, zijn de beste, joh. De als je heel het momenten. jaar stilstaat, dan baak ik ook niet zoveel uit. Nou, maar dat gaat niet. Want als ik mijn rijbewijs heb, ga ik gewoon erin rijden hoor. Ja, binnen de bouwde kom durf ik nu al te rijden. Dus nou, ja, geen ik ik probleem. Ook, ik ook hoor. Ja, ik ook. Okay, okay. Ik denk dat we wel minder op de scooter gaan zitten. Ja, maar dat is alleen maar goed, joh. Waarom is dat goed? Nou, omdat het, dat, die met die helmen ons haar helemaal in de war brengen. Nou, dat moet ik wel zeggen. Daar ben ik wel een beetje klaar mee. Maar dat hebben we volgens mij al zo vaak gezegd. Ja, het is echt. Uh, ik snap ergens dat, ja. dat ze dat wilden, dat, dat de, de helmen op moesten en zo. Ik begrijp dat mm -hmm. ergens wel. Maar ik vind ook dat het een beetje eigen keuze is. Nou, en plus dat elektrische fietsen soms even hard gaan als die scooters. Dat ook, en dan denk je van, nou, dan ga ik wel een elektrische fiets nemen. Maar dat is natuurlijk ook een kwestie van, van wachten tot ze daar ook weer een helm verplichten. Nou, ik denk dat dat nog niet zo snel gaat gebeuren. Weet ik niet, want inderdaad. ze proberen wel echt fietsen ah, te promoten. Ik zou op zich best een elektrische fiets willen hoor, overigens. Ja. Ik denk dat ik dat wel leuk zou vinden als we dat zouden. Maar ja, goed, dat is ook weer. Dat was een soort ons ons van scooter, think. toch? Je hoeft alleen maar even je beentjes heen en weer te bewegen. Theatershow. Theatershow? Ja. een doel van dit jaar. Ja, daar hadden we het vorige week natuurlijk ook al over. Mm het -hmm. um, is ondertussen uitverkocht, dus helaas. Helaas, het is uitverkocht inderdaad. Ja. Ja, ja, ja. <laughs> <laughs> of niet. Of niet, nou kijk maar even. Kijk maar even. <laughs> uh, ik zal de link gewoon sowieso in de beschrijving plaatsen. Maar uh, daar uh, gaan we dit jaar ook echt wel uh, stapjes voor zetten. Ik heb dat al voor afgelopen jaar natuurlijk al gedaan. Ik heb al dingen uitgezocht en zo. Maar ik denk dat we in het begin van het jaar wel even alvast een... Nu komende weken gewoon een outline moeten gaan schrijven van oké okay, zo zien we het voor ons die video's moeten maken en dan, dan is in principe de show er. Ja. Dus het natuurlijk het, het klinkt nu nog ver weg, maar het is al over een half jaar. Nee, maar de show is er in principe al als jij komt binnenlopen natuurlijk. Dat is zo. Ja. Ik ben een grote showman. Ja, het is. maak maar wil je, je nou zo'n showtrap druk? laten maken? Als het helemaal uitverkocht is, kunnen we dat doen toch? Komt zo van zo showtrap af. Ja, lopen. ja, precies. <laughs> een soort van uh, spotlight en dan. Uh... <laughs> Oh, mag ik dan uh, dat ik vanaf beneden het podium naar boven geschoven word? Oh, dat kan ook, maar er is geen onderkant uh, bij die het podium. Die kunnen we nog laten maken. Het is namelijk gelijk vloers, hè? er is geen podium. Oh, dan wil ik van bovenaf uit zo'n kooi komen. Oh, met zo'n, de uh, zo, zo, uh, angel ascendant. Uh, ja. Om, uh, ja, dan hebben. ben ik de engel en dan doe jij de duivel. Hoezo ik de duivel? Ja, het moet een beetje evenwicht zijn. Ja, ja, omdat ik rood haar heb, hè? Nou, dat zou het zo zijn. <laughs> Maar goed, dus daar willen we echt wel... Uh, ja, en het lijkt me dus heel gaaf als het dus een beetje goed loopt... dat we ook wat meerdere steden aan zouden kunnen doen. Aan kunnen tikken. Aan kunnen tikken. Ja, dat is leuk. Dat is leuk. Maar dat ligt er een beetje aan hoe, hoe die show vormgegeven is... of we dat in het najaar misschien kunnen doen. Maar ik denk dat het lastig wordt... omdat heel veel uh, theaters al volgeboekt ja, zitten. Het dus gaat natuurlijk ook een beetje ik, apart, ik, omdat dan... Uh... Ja, je je een kleine zaaltjes misschien wel huren, hè? Ja, je moet wel ergens beginnen natuurlijk. En we kunnen natuurlijk al gelijk gigantische zalen volgen. Nee, maar die huur. <laughs> ik moet het huren. Ik zit niet in een nee, theaterprogramma Nee, of zo. Is, snap ik. Maar je weet jij... hoe het werkt, toch, nee, bij theater? Nee, je weet dat, schatje. Ze moeten boeken ja, en oh, ze hebben voor de rest geen plek. Maar ik snap het eigenlijk ook weer niet, want ik denk, zijn ze elke fucking dag vol? Ja, nee, niet op ja, zondagen nee, nee, zijn nee, nee, zondag zijn natuurlijk het lastigste. Zondagen is dan. matinee. Ja, dat zou zondagen volgens mij kan het wel. Ja. Ja, dat is, daar, daar hebben ze vaak een eigen programma op. Oh. Uh, maar uh, je kan altijd ruimtes huren. Dus mocht jij denken van, joh, ik weet al leuk. Uh, iets dichtbij een grote stad, of in een grote stad, of zo, mm -hmm. uh, Utrecht, zie ik bijvoorbeeld wel een klein zaaltje of zo in Utrecht zou wel leuk zijn of zo. Of, mm -hmm. uh, in het noorden van het land zou ik ook nog best wel uh, aandurven een keer. Mm -hmm. uh, maar in eerste instantie is dit een try-out. Kijken hoe we er ons er ook bij voelen. En zo. En dan kunnen we daarna altijd kijken van joh, uh, dit was zo leuk. Laten we het nog een keer doen. YouTube, veel veranderingen mm -hmm. heb ik in mijn hoofd. Dat leuk. ik uh, het idee heb dat ik toch uh, vaak uh, uh, cijfers kies boven uh, mijn eigen. Creativiteit en ja. uh, wat ik zelf wil. Ja, het lijkt me ook gewoon wel. Um, dat merk ik ook aan jou. Het is denk ik een heel lastig. Um, uh Manier van creëren wanneer je heel gefocust raakt op uh, wat werkt qua cijfers, en, uh, yeah. en, en, en soms video's waar je minder plezier aan beleeft om te maken, die leveren dan meer geld op en meer clicks en meer ja. uh, bekijken, meer reacties. Uh, maar er is natuurlijk ook een fijne lijn tussen wat vind je nou echt leuk om te maken en uh, waar verdien je veel geld mee. Ik denk dat je daar meer de balans in gaat vinden dit jaar. Ja, ik moet daar een balans in gaan vinden ook. Dus daarom uh, heb ik het idee dat de vetgezellig sowieso. Uh, ja, Niet echt per se andere dingen, maar dingen wil terughalen die ik al deed. Ja. Um, daarnaast ook nieuwe dingen wil proberen. En misschien zelfs dat ik niet. Uh, dat ik upload wanneer ik wil. Maar ik weet dat nog niet zeker. Nee, want dat is. Uh, een volgende. Stap. Stap die ja. wel wat. ja, invloed kan hebben natuurlijk op je kanaal. Dus het is ja. allemaal even. Want ik heb natuurlijk elke donderdag een video, maar uh, ja, misschien zit ik toch meer aan te denken dat ik ook. Uh, ja, wat meer moeite in dingen kunt steken, ja. wat meer tijd. Als ja. je echt iets neer kan zetten waar je, waar je zelf ook uh, enthousiast van wordt. Ja, want elke week iets, iets leveren is best wel een opgave, 52 weken per jaar. Mm -hmm. En dan ook nog die podcast en dat soort dingen. Je maakt in principe uh, bij maakt bijna 100 of 150 video's per jaar. Ja daar kan je niet elke dag creatief van zijn en ik hoef het ook niet elke dag te zijn dus ik wil kijken of ik wat misschien een klein beetje kan vooruitwerken dat ik mm -hmm. dan vandaar het daar ga plaatsen en gewoon ga kijken naar concepten die ik zelf heel erg leuk lijkt om te proberen dus naast de yeah. dingen die mensen al gewend zijn vet benieuwd bijvoorbeeld dat ik ook echt concepten ga proberen om te kijken of ja vinden jullie dit ook leuk maar dat wat meer durven in plaats van dat ik uh, uh, veilig doe ja, Ja, precies. Maar ook in een teken van vooruitwerk kun je natuurlijk ook meerdere video's tegelijk ja. opnemen. Ja. Dus dat je bijvoorbeeld, als je een hoteltest zou doen, mm. dan kan dat tegelijkertijd met een andere, met een food tour in een stad. Ja. Dat, het, dat, je, dat, je, dat je iets meer na gaat denken van wat is handig. Wat en, kunnen we bij elkaar? Ja, ja, ja precies. Want dat, dat geeft geef wat meer vrijheid en wat meer. Want als je van video naar video werkt, dan lijkt het ook heel erg vaak korter en. Uh, uh, ja, alsof ja, je, je geen tijd hebt. Ja, alsof je inderdaad heel snel moet werken. Terwijl het is soms wel, eens heel, soms wel eens leuk om een video te zien. Over, over een langere tijd. dat er meer energie en meer. Ja, ja, dat, nou ja dat lijkt me ook wel gewoon leuk om wat meer uh, uit te proberen op dat gebied. Ja, precies. Dus uh, er zijn echt nog wel dingen die ik gewoon nog blijf doen. die je al gewend bent. Maar ik denk dat ik daar wel. ik wil wat meer proberen. als het budgettechnisch zou kunnen. Uh, 48-uur video's. Mm -hmm. uh, ik moet gewoon gaan kijken naar samenwerkingen. Ik denk dat, ja. dat, uh, dat dat echt wel een oplossing is om daar wat relaxed in te kunnen staan. Ja, dat je ook wat leuke samenwerking kan krijgen die wat langduriger zijn. Ja. 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 Dus dat. Ja, op privé privé-vlak, Wat wil jij het komende jaar? Ik denk. We hebben uh... natuurlijk een paar miljoen nu. Oh. Ja. <laughs> om op dat gebied moeten we het zo. Uh... Ook? Ja. Nou ja, als ik uh, mag durven dromen, dan denk ik dat ik. Um ja toch hoop dat we naar een ander huis kunnen ja dit jaar ja ja ik weet dat het misschien niet helemaal realistisch is maar nou ja met die miljoenen ja. wel ja met die miljoen wel maar sta je mil voor miljoen dertig mil... hè miljoen miljoenen wel maar miljoen uh, maar uh, uh... ja oké okay, als ik het zo ga uh, bedenken dan gaan we sowieso naar een nieuw huis Nou, natuurlijk. dat natuurlijk ik. Ja, zo moet je het bekijken ik wil naar een nieuw, nieuw huis ja ja en het liefst eentje waar je om het bed heen kan lopen ja dat is wel echt een ding hoor want ik, ik, ik je moet zeggen dat de en aflopen... niet één kamer, gewoon een slaapkamer waar je ja, om het bed maar, heen toe... kan ja maar ja het wordt trouwens die miljoenen dus dan moeten we gewoon ja een gewoon, gewoon een groot huis we hebben het huis wel uitgezocht en een kastenwand met uh, kleding we hebben het huis wel uitgezocht in een ja. we willen heel graag in een appartement wonen ja het is echt ons droom om hoog te wonen in een appartement hoog in een appartement, in een appartement zonder ja. tuin heerlijk ja gewoon een terras ja, we zijn geen tuinmensen, zijn we achter Nee, ja, Nee, ik vond het een leuk idee een tuin. Ik heb nu een tuintje. Maar ja, het lijkt wel alsof uh, de toekies er wonen, zeg maar. Als je ja, dat is echt zo. Allemaal, allemaal, allemaal dozen en zo. Omdat die dozen. Omdat ik dan weer vergeet dat dat dozen ding naar buiten moet en zo. Hoe Bet, ja, je begint toch echt haast te praten ja, of niet te. Uh, ja, hè? toch? Ja. Nee, maar het is. Ja, maar ja, ik weet niet. Ja, ik heb niet zoveel met een tuin. Ik, we zitten er ook echt amper. Ja, maar ja. Nee, zelfs als we zon zonder bakons... schijnen. Want die, sch ja. die zon schijnt er ook. Uh, twee uur uh, in de zomer. Mm. Maar uh, uh, dan nog weet ik niet. Ik weet het niet of ik daar ga zitten. Nee. Ik wil gewoon uitzicht hebben. Ik wil niet naar een schutting kijken of naar de buren kijken. Ik hou echt van uitzicht. Ja, okay. Gewoon naar buiten in het raamkozijn zitten... Ja, en wil, daar ja, kunnen ja. kijken jij naar het de het wereld. Bij mij, hè, ook. Ja, dat vond ik echt heel leuk. Ja. Kijk, jij zat natuurlijk wel echt in een, in een straat... waar ik, ik niet zou willen lopen. Mm. Maar ik vond het wel leuk om erop uit te kijken. Ja, dat was leuk. Dan ja. zag je van alles. Dat klopt zag van alles. Je zag ja. van alles. Je ziet de ja. hele je wereld bewegen. Dat geeft ook... Minder eenzaam gevoel. Ja, ja, zeker. Nou, met betrekking tot de webshop denk ik dat uh, we daar wel duidelijk allebei in zijn. We willen meer. Ja, en het stukje uh, persoonlijkheid weer op kunnen pakken. Ja, ja. Maar ook meer printjes en dat soort dingen. Mm -hmm. uh, we hebben natuurlijk een autisme print. Uh, die konden we nu niet verkopen, maar die gaan we wel weer verkopen. Ja. In een andere vorm overigens trouwens wel. Er komt een A4-versie willen we ervan maken. Met meerdere. Ja, en er staat nu HSP boven toch? Hoezo? Een <laughs> oh. 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 Zo, wil weer ergens Drop hem even. Wow, wat een bom. Nee, maar goed. Tussen haakjes en staan allemaal diagnoses waarvan ik denk dat ze onder autisme <laughs> De Guilaine-print, <laughs> toch? Ja, nee, maar het lijkt me leuk om inderdaad een ADHD-postertje te hebben ja. en eentje met angst en eentje mm -hmm. en in misschien verschillende vormen, dus een, een mannelijke versie en een vrouwelijke. Oh, ik versie. dacht in een hoorntje en een driehoek, Ik dacht hoe ga je daar lijsten voor vinden dan? Maar ja, ik was helemaal in de war even zo. waarom oh, oh, nee. heb je eigenlijk zo weinig ronde lijsten? Ronde lijsten zijn toch ook zo? Ja. Heb je helaas niet, toch? Nee. nee. Zou wel leuk zijn trouwens. Inderdaad. Ja, ik vind ronde dingen eigenlijk heel leuk. Rond. Maar en ik wil, oh ja, en, en, en dit jaar wil ik sowieso mijn uh, uh, dinges hebben: mijn uh, kleurboek. Ja, leuk. kleurboek, hè? Volwassenen kleurboek. Ja, Even met voordat je denkt dat, uh, dat je kinderdingen gaat maken. Het Ziet er wel heel kinderlijk uit, maar. Oh, en, en, is iets wat heel, heel vaak gevraagd is en ik toch dit jaar ga proberen: is kinderkleding. Leuk. Ja, Kinderkleding leuk, met ja. Uh, overprikkeld. Want daar zijn we al daar waren we in de zomer al mee bezig. Maar en we hebben al een design. Maar er waren we nog, ja, die is wel leuk, maar we weten het nog niet helemaal hoe we dat willen doen. Mm -hmm. um, maar we gaan van hetzelfde merk waar we ook op drukken met uh, andere shirts, gaan we ook een kinderlijn uh, uitbrengen. Of in ieder geval één shirt. Kijken hoe dat loopt. Misschien ja. op pre-order. Dat weet ik nog even niet. Dan gaan we even kijken hoe we dat uh, moeten gaan doen. Maar in ieder geval, um, die zit wel in de pijpleiding voor uh, de, het voorjaar. Sowieso ja. een nieuwe nieuw collectie. Um, als het goed is, over twee weken komt de webshop weer online ongeveer. Ja, ongeveer twee, drie weken. Uh, en dan kan je in principe weer de trui kopen. Want we hebben de voor- en achterkant hebben we een nieuwe versie van gemaakt. Ja. Die wordt wel heel cool. Maar dus dat, uh, dat zal je binnenkort wel zien. En de tasjes komen ook terug. En nu allemaal ingepakt door ons. Ja, met veel uh, liefde. Liefde en gol. Liefde en aandacht. Ja. Ja en verder ja uh, denk dat het een jaar wordt met uh, ups en downs. Dat is altijd. Met vooral veel ups ja. en af en toe wat downs om je te even realiseren hoe goed de ups zijn. Precies. Nou, heb jij nog iets dat je waar je naar uitkijkt, wat je nog denkt van nou dat gaat dit jaar gebeuren of heb je niet? Eekels uh... in mijn hoofd denk ik. Ja vakantie. Heb je nog wat op prijs staan? Huh? Meer vakantie. Meer vakantie. Meer, uh, meer planning, meer organisatie. Meer... Nou, ik zou dit jaar denk ik wel leuk vinden om eens dus een keer uh, langer dan drie, vier dagen ergens te verblijven. Is dat een sneer naar mij? Nee, dat is geen sneer. Dat is gewoon. Uh, Wat ja, je wil. Dat lijkt me leuk. En dan ergens in de nature. Ja, maar en ze dan een, eindelijk, uh, kunnen kies maar uit met. eindelijk kunnen komen met onze auto. Ja. Weet je, want uh, ik voel me altijd gewoon. Ja, als wij drie dagen weggaan en ik heb ja. uh, twee outfits bij me, dan kan ik al uh, niet meer uh, vrij bewegen. Want dan heb je koffers ja, en, en uh, tassen. Jelenne wil een Instagram account, uh, net zoals Jade Anne hebben, dus uh, dan moet je wel hè. Zou het? Dan <laughs> kan ik nog allemaal voor toch? Uh, werk verrichten, toch? <laughs> Zit ik binnenkort uh, even bij de chirurg in de stoel. Hoezo? Nou ja, als ik dat wil bereiken, Nee, niet zeggen. Ik dat even je dat... aan de slag gaan. Nee, maar qua gewoon al, heel de hele tijd elke dag een andere outfit aan. Oh, ja, nee. Ja. Nou ja, als het geld geen rol zou spelen, zou ik wel veel vaker een andere kleding dragen. Maar ja, als ik nu was wil laten drogen in mijn huis, dan denk ik, nou laat maar. Ik doe alweer weer schat, hetzelfde aan. Je weet dit jaar, waar we nu in zitten, hebben we die problemen allemaal niet meer. Ja, maar schat, weet je wat het is? Jij zegt het soort dingen. Ik heb het al we dit trouwens al net voor het nieuwe jaar opnemen. <laughs> Jij zegt dat soort dingen. Ja. Maar uh, ja, ik kan nu een plan maken op 30 miljoen. Of ik maak een plan op en ga gewoon verder. Zoals het nu nee, is. Nee, een plan op 30 miljoen. <laughs> ja, nou zeg dat dan. Holt <laughs> Holt Oké, okay, we gaan even opnieuw opnemen, jongens. En gaan. En go. Oké. Okay. 30 miljoen. 30 miljoen. Ja, nou dan ga ik heel veel leuke kleding kopen. Waarom zou je dan meer kleding kopen? Dat snap ik niet. Ja, dus, mooie doet. kleding waarvan je echt. Dus denkt je hebt van... nu allemaal geen mooie kleding. Nou, ik heb nu wel in mijn kast dingen liggen die ik gewoon hou. Uh, natuurlijk, omdat ik uh, aan gebrek kan beter. Door een maar ringetje. Nu niet. Te je ziet er altijd al door een ringetje uit te halen. Nou, ja, ja. Hoezo ja. niet? Ik, ik weet vind het, van wel het niet. hoor. Ja, ik doe mijn best. Maar ja, ik heb wel mijn oog op kleding die uh, mooier is. Nou, ik draag alles wat ik kan, dus ook zou dragen. Er zijn zoveel leuke kledingmerken, en ik volg er nu ook een aantal. Op, uh, op Instagram en dan zie ik die dingen voorbij komen en denk ja dit ga ik volgend jaar kopen dit ga ik volgend jaar ja, kopen nee ja, maar dan denk ik van ja ik tuurlijk. kijk ik wil, um, uh, wil dan een aankoop doen van een kledingstuk maar dat is dan uh, ja je moet toch tegenwoordig wat langer wat uh, moet er toch vorig jaar moest ik wat langer over nadenken en dit jaar kun ik het gewoon allemaal kopen. maar ik vind het wel heel materialistisch <laughs> van je allemaal wat je nu zit te ja het zeggen. is heel materialistisch als uh, je 30 ja. miljoen dan geef je niet eens iets weg hè huh? Ja, we hebben trouwens al een lijstje gemaakt. We een lijst gemaakt. Iedereen die alles... een auto op een ja, of andere manier. Dat onze familieleden willen auto's. Ja. Ja. Ja, nou ja, goed. Ja, en we willen natuurlijk dit jaar dan wat voor de community, uh, autisme community gaan doen, toch? Hm? Met de 30 miljoen. Ja, zeker. Hij moet even nou, in die filosofie nou, ja, zitten, hè? Nou ja, maar dan, dat vind ik dan niet helemaal eerlijk voor, voor als we dit een jaar laten terugkijken. Dat is het gewoon. Hoezo niet? Dan hebben we die 30 miljoen. Ja, nou schat, dat is heel <laughs> lastig om dat te bedenken nu. Hoezo? Je moet erin geloven, toch? <laughs> als ik, dus ik erin geloof, nou kijk, als ik erin geloof, zou ik het gewoon heel leuk vinden om uh, uh, mensen, um, autistische mensen of mensen met autisme... Aliens met autisme. Of aliens punt. Of aliens gewoon punt. Dat is natuurlijk al duidelijk dat die autistisch zijn. Ja. ja. Uh, de kans willen ge, uh, zou ik die kans willen geven, want er zijn heel veel creatieve mensen ja. die waarschijnlijk wel uh, tien uur, uurtje, uurtjes iets geweldig leuks kunnen doen, maar niet veertig uh, uur, mm -hmm. en waar nu talent dus niet van benut wordt. Dus je wil een. Uh, dus eigenlijk mijn eigen. Sweatshop openen. Mijn eigen struggles. Je wil een sweatshop openen. <laughs> Dus ben jij goed Gilles in naaien? Je sweatshop toch? Ben je goed in knopen naaien op items? Dit is lullig schat. Kan nee. ik niet maken dit. Dat is een geitje natuurlijk. Nee. nee, kijk, ik heb altijd gedacht van mezelf: ik ben hartstikke creatief, ik kan heel veel, maar ik kan het gewoon niet uren uh, op, op een ja. kantoor met allerlei andere collega's. Dat, dat is gewoon geen omgeving voor mij die goed werkt. Mm -hmm. en, en nu heb ik het dus geluk dat ik het allemaal bij jou mag doen. Mm -hmm. En daar ben ik hartstikke blij mee. En daar kom ik ook dus steeds meer tot creatieve ideeën. En ik zie ook gewoon dat het allemaal in een stijgende lijn gaat qua. Uh, en dat ding ook wat ik allemaal zijn. leer. Ja. Want ik ook, ik heb heel veel geleerd ook vorig jaar. Ja. Uh, op, op, op creatief gebied en drukwerk. En ik vind het hartstikke leuk, al die ervaringen. Uh, maar het is allemaal mogelijk eigenlijk. Omdat ik jou ook heb leren kennen. Uh, en natuurlijk. En Misschien uh, was er ook een andere weg geweest waarop het had gekund. Ja, weet Je weet het niet, nooit. Weet ik hè? nooit. Uh, maar ik denk dat er zoveel mensen zijn die ook zoveel in de mars hebben, ja. maar het niet op de manier kunnen zoals het nu de maatschappij eigenlijk ingesteld is, mm -hmm. 40 uur met collega's en vergaderen. En dit, en dat, en dit en ja, zo. Ja, ja. zo. Uh, dat, dat er veel talent gewoon onbenut. Uh, ja, veel talent verloren uh, gaat, ja, denk verloren leuk. gaat. Ja. En je Kijk maar bijvoorbeeld inzetten, naar ja. vorig jaar met Jasmijn. Ja. Die is ontzettend goed in iets, uh, maar loopt dan tegen het, ook het autisme aan op, op, op dat gebied. En ja, eigenlijk zou het echt wel een droom zijn om daar wat meer mee te kunnen doen. Ja, meer mensen kunnen helpen eigenlijk, ja. om hun talenten te kunnen benutten of ja. zo. Ja. snackje van de week is eigenlijk meer vooruitkijkend op dit jaar. Oh. Ja, vorig leuk. jaar keek we even terug. Nu kijken ja? we even vooruit. Okay. Wat is uh, qua snackje, wat willen we nog dit jaar? Ik, de, ik denk dat we namelijk allebei wel heel leuk vinden om, um, om meer te. Uh, wat ik vorige keer ook al zei: streekproducten en dat soort dingen mm -hmm. te gaan testen. Ja. Um, ik denk dat uh, met die auto ook wel bijvoorbeeld uh, slechte thuisbezorgd, be, uh, goede thuisbezorgd... in andere steden kunnen doen, op een ja, uh, uh, parkeerplaat staan... en dat we daar gewoon het allebei aan geleverd krijgen. Hmm. Gewoon wat meer dingen testen buiten supermarkten en dat soort dingen om. Ja. Uh, meer met eten bezig zijn ook uh, uh, in de vorm van... Uh, jij wilde bakken, toch? Ja, ik wil graag uh, um, wat meer, uh, meer in de keuken staan. Ja, en mijn doel, <laughs> ja, en mijn doel is dit jaar om... Te beginnen aan uh, licht te gaan beginnen aan een kookboek. Ja, leuk. Vind ik ja, echt heel eigen leuk. recepten, eigen dingen Want, gaan uitwerken. Ja, maar ook echt de laatste dingen die je gemaakt hebt voor mij avondmaaltjes, dan denk ik echt van dit moet in een receptenboek. Ja, ik ben natuurlijk niet helemaal uh, bevooroordeeld. Voor maar je bent. Om onbevooroordeeld. Ja, weet ik niet. Je Zo dat woord joh. Ja, dat dus je dat je je bent bevooroordeeld omdat je mij kent. Ja, precies. Dus waarschijnlijk zou ik het ook wat lekkerder vinden omdat er zoveel liefde vanuit jou in het eten zit. Maar je hebt ook al dingen gemaakt van ik denk doe dat maar niet nog een keer. Dus ik denk toch ook wel dat Wat dan? Kom. Wat dan? Die kop, joh. En ja, wat dan? Nou, je ja, we hebt wel een keer een, een aardappelsoep gemaakt waar echt mijn keel van wegbrandde. Ja, dat was dan je iets te... Ik kies te veel knoflook, knoflook. erin. <laughs> <Dat was> iets... <laughs> ja, ik wil dit jaar gewoon wat meer met uh, betere producten gaan werken. Want ik merkte sinds dat ik wat betere producten, uh, lokalere producten en zo aanschaf. En daarmee koop dat het gewoon echt tien keer lekkerder wordt. Nou, zeker. En dat en, uh, ook ontdekken... En uh, ik denk dat, uh, dat, uh, ja, dat het een wereld voor ons open gaat, toch? Ja, we willen wat meer culinair worden. Het wordt een culinair nou, vet gezellig ja. culinair. Nou ja, ik heb altijd wel al een, een, een haat verhouding met het culinaire, culinaire gedrag, hoor. Nee, ik hou er ook niet van, maar ik wil wel gewoon. Zodra uh, je maar weg uh, uh, van de erwtenpurees, vind uh, uh, ik het goed, schat. Uh, uh, hoezo? Die had je bij Anne Max uh, ook gewoon? Nou ja, zo graag. Probeerde elke keer die erwtenpuree eraf te werken. Uh, ze hebben wel hele goede yoghurt trouwens sinds kort. Ja, heerlijke oh, yoghurt. Heel lekker. Ik had Net nooit slachter. gezegd dat ik, ik nooit gedacht dat ik yoghurt lekker zou vinden. Ja, ik eet al, ik eet al vijf jaar yoghurt. Ik moet zeggen, de laatste weken kwam het een beetje, mijn neus begon het uit te lopen. Mm -hmm. Maar nu hebben we kwark ontdekt en nu denk ik, oh, nu kan ja, ik wel weer. Volgende door. volgende stap. Nu kan ik weer door. Vijf jaar door naar de kwark. Vijf uur door. Ja, maar <laughs> nee, maar ik, uh, ik denk dat, dat het vooral dit jaar wordt van uh, nieuwe dingen proberen. Maar dat deed ik altijd oh, al. Maar spannend. op een andere manier. Zo spannend om als autist te horen. Ja, maar ik wil ook graag, weet je wat er is? Er is een uh, trein dan kan je de, de, de avondtrein nemen dan kan je culinair, Of nou, is het culinaire? Ja, weet ik niet. Gewoon eten in de trein. Lijkt me ja, leuk ja. om te doen. Uh, je hebt gekke plekken waar je heen kan gaan. Ook de, uh, tram. de tram. De tram, we hebben de hoftram inderdaad. Ja, het is allemaal wel uh, het is budgettechnisch. Allemaal al OV, uh, uh, zal ik even checken. Heb ja, je ook een bus? Willen we, willen we uit het OV uh, weg? Een fiets? <laughs> een cocktailfiets, die heb je ook, hè? Ja? Ja. Je hebt toch een bierfiets? Ook, ja. Ja, ik drink geen alcohol, dus dat uh, wordt niet mijn ding. Maar, maar je kunt toch mocktails drinken? Ja, weet het ook niet. Mm. Wat is er nou? Ja, ik weet het gewoon zeg niet. het gewoon. Wat voel je? Ik voel uh, heel veel. Uh, Frustratie. Frustratie, ik zie het, ja. Nee, ja ik, ik denk dat dit jaar wel weer een nieuw jaar wordt. Ik, ik hoop. <laughs> God. Nee, ja, een nieuw jaar qua, qua eten, qua uh, nieuwe dingen proberen. Qua ja, ik denk dat jij op een gegeven moment het jaar afsluit. Dat gewoon uh, uh, restaurants aan het strijden zijn om je langs te laten komen. Zou wel dat ze allemaal hè? zeggen van ja, we moeten op die vetgezellig top 10 lijst komen volgend jaar. Want er gaat echt deuren voor je op. Nou, dat is wel waar, je <laughs> Nou, durf nou eens te dromen. Oh ja, dat is wel waar. Hey, hij krusht al ja, mijn dat uh, ja, ja, dat is wel waar. Hey, je, moet, je moet eigenlijk natuurlijk wel denken, nee, ja, ja. Ja, oké, okay. maar ja, ja, oké. Okay. Ja, ja, er komt ook. gewoon een vet gezellig top 10 lijst van plekken waar je echt heen moet in, in Nederland. Ja. En uh, dat gaat gewoon hartstikke leuk zijn. Die gaan wij allemaal opschrijven. Ja, Ik denk dat het hartstikke op, leuk we is. We hebben natuurlijk wel een lijstje, mm -hmm. een klein lijstje, waar we, waar we al voor mee kunnen. winnen. Bedoel je? En waar we ook mee vooruit kunnen. Al ja. voor de top 10 van het einde van het jaar. Ik heb al twee dingetjes al in mijn hoofd zitten hoor. Oh, maar je bent er nog niet geweest, toch? Maar we zijn, we hebben toch vorige jaren allemaal uh, dingen al getest. Ja, oké, okay, je kunt ook weer. Het uh, moeten niet nieuwe plekken zijn. Mag, maar er kan ook wel wat oude, oudjes zijn. Gouden oud. Je weet, je weet waar we zes donuts aan, hoofd, aan, uh, aan hebben gegeven, hè? Uh, ja, zes donuts. Dat zijn echt de ratings die. Uh, nou, die wil je. Ja, misschien ga ik het rating-systeem nog wel veranderen dit jaar. Ja, die donuts inderdaad. Ja, ik weet het nog. Ja, niet. ik hoop dat dat veranderd gaat worden inderdaad. Hoezo? Kijk, ik weet dat het nu overal op. Ge... Het staat letterlijk overal. Dat is wel lastig hè? dan. Hè? Ja, We kijken nu naar een ja, hele met... grote donut. Leven is echt de donut. Ja, maar ik vind het altijd wel leuk om dingen te veranderen. Dan mensen helemaal gek worden. Ja, Ik vind het. Ik het voor, toen ik van, van een 1 naar van 10. Nee, wacht even. Naar een 10 rating deed ik altijd van 1 naar 10. Mm -hmm. Toen ik naar die 5 donuts ging. Toen kreeg ik ook allemaal opstand. Ja, dat vonden ze heel lastig om keer 2 te doen, inderdaad. Ja, keer 2 wordt, is ook wel lastig, schat. Het is gewoon zo. Uh, maar... Ik vond het juist handiger, minder nummers. Ja. ja, vind ik ook handiger. Maar ik weet niet of de, of de donut rating nog steeds uh, mijn ding is. Ik denk dat, uh, dat het inderdaad uh, lokale, iets lokaals moet worden. Zoals bijvoorbeeld een... Uh... Brussels sprouts. Ja. <laughs> yeah. yes. Let's make it a circle, ja. Yeah. Nee. <laughs> <laughs> dat ik zo doel ben op circles, toch? Of een broccoli rating, toch? <laughs> ja. Nee, dat vind ik een beetje saai. Nee, ik vind die donut wel leuk of zo. Ja, ja maar jij bent helemaal niet van de donuts. Dus... Nee, dat is waar. Het dus beter een kaneelbroodje kunnen zijn. Ik heb dit logo natuurlijk ook voor jou gemaakt toen ik je nog niet zo heel goed kende. Dat is wel waar. Ja, dit logo ja. is ook alweer drie jaar oud of zo. Zo, vier jaar, vier jaar oud, denk ik bijna alweer. Mm -hmm. hoe, lang, hoe lang kennen we elkaar nou? Ja, echt al acht jaar of zo. Dus normaal. Oh, ik wacht, voel wel, alsof vier... wij elkaar al heel lang kennen. Ja, maar ja, vier jaar is ook wel lang. Nou ja, vier jaar. Jij bent lang. mijn langste relatie, ja, langs relatie inderdaad. Ja. 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 Ik wilde het ook al graag. Ja. Ja. <laughs> denk ja, dat is toch wel weer Gesteerd, een beetje. Gefeliciteerd, dank je. Ja. Leuk. Ja, maar goed, het wordt een nieuw jaar. Ik ben heel benieuwd hoe we hierop terug gaan kijken over, uh, over een jaar. Ja, ik denk maar dat dan... we gewoon niet meer over straat kunnen. Dat zou ik overigens helemaal niet willen. Dus. Omdat ik die 30 miljoen heb gewonnen. Ja, dat ook, ja. Ja, ja dat vind ik wel spannend. Maar dan, kunnen we wel, dan zitten we hoog in droogmeid. Ik vind het wel spannend hoor, die 30 miljoen moet ik zeggen. Ja. Ja, gaat komen, ja. Ik heb dus in de afgelopen 10 jaar. Want, oh, dit jaar. Dat heb ik helemaal niet gezegd. Dit jaar bestaat er 10 jaar. Oh. Ja, augustus. 14 augustus dacht ik of zoiets. Er staat vet gezellig tien jaar. Maar, oh, dan komen augustus. Ja, okay. komende augustus. Spannend. Cool, hè? Wat ga je dan doen? Een grote tien jaar uh, tour door het land? Tom, 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 to, tom. Ja, of een hele grote theatershow, toch? Een hele grote. Tien jaar, tien jaar vet gezellig. Haal ik het terug en alles? <laughs> <laughs> nou, ik denk niet dat ze Kon, dat zitten. Komt iedereen terug die ooit in je video geweest is? Dus. Oh, nou, uh, nou uh, dat hoeft niet. Nee? Nou ja. Oh ja, sommige zijn ook niet terug te halen. Hoezo? Nee, sommigen zijn ze letterlijk niet terug te halen. Nee. Inderdaad, dat klopt. Dat is wel weer een, uh, een, nou, een leuke afsluiting, een tientje maar, krijgt maar, het opeens. Ja, mooie, mooie afsluiting weer van een. Uh, nee, Sorry. Maar ik denk dat we wel een, een jaar terug moeten gaan. waarin ik wel uh, in ieder geval vol vertrouwen in heb, wat ik eigenlijk alle jaren altijd wel heb. Is dat we weer uh, nieuwe stappen zetten. En elk jaar komen er weer nieuwe stappen bij. Mm -hmm. En uh, uh, ik ben heel benieuwd wat het allemaal gaat brengen. Ja. Laat vooral ook weten wat jouw stappen voor dit jaar zijn. Ik ben heel benieuwd. Hoeveel stap je wens te zetten. Ja, En volgende week gaan we het hebben over een ding waar we het uh, de afgelopen paar januari's over hebben gehad. Januari's? Ja, oh. namelijk uh, budget. Daar hebben het erover we het er al over gehad. Daar hebben we het nog niet over gehad. Oh. We gaan een hele podcast aan wijden. Oh, leuk. Even in de budget. Tot volgende week.